Ja, een bijzonder moment voor jou, want je gaat voor het eerst in je carrière als eerste doelman naar je nationale ploeg. Ja, zeker. Nee, dat is heel mooi natuurlijk. Wat doet dat met jouw status in het land? Ja, ik denk dat het sowieso goed is om veel minuten te maken om te spelen. Ik denk dat ze daar ook wel echt naar kijken op selecteren. Dus afgelopen periode heb ik daar ook wel gesprekken met de trainers over gehad. Dat ze zeiden van, je moet proberen om meer speeltijd te krijgen. En dat het nu lukt, daar zal iedereen blij mee zijn. Wat gaat dat dan voor jou betekenen bij de nationale ploeg? Want hoe groot is het verschil tussen jou en de nummer 1 daar? Nou, de nummer 1 die, is al een hele lange tijd actief nu in België. En hij is daar eerste keeper in de eerste divisie. Die doet hartstikke goed. Dus dat is nog wel een stapje die ik moet zetten, zeg maar. Want ik ben pas 3 wedstrijden nu bij ADO onderweg. Maar ja, misschien over een tijdje kan ik ook aan dat niveau gaan denken. Je hoort trainers vaak praten over arbeid-rustverhouding. Als je dan kijkt naar internationals, en jullie hebben er een aantal van. Dan zit je in een cyclus waarin je veel wedstrijden speelt. Dan is een interlandbreak eigenlijk het rustmoment. Voor jullie niet. En je moet ook nog veel reizen. Breekt zoiets je wel eens op? Ja, het is soms wel echt zwaar. Ik had bijvoorbeeld 2 jaar terug de Afrika Cup. En toen in de winter hadden dus alle jongens een langere tijd vrij. Of bijvoorbeeld tijdens het WK had ik ook interlands. En ja, dan merk je wel dat je die rust echt nodig hebt af en toe. Maar deze zomer heb ik gelukkig wel lange rust gekregen. Helaas omdat we de play-offs niet hadden gehad. Maar die rust had ik wel echt even nodig, ja. Kort voor het interview krijg je te horen dat je er weer bij zit. Was overigens geen verrassing, want je staat er daar ook goed op. Hoe stap je dan straks in het vliegtuig? Nou, ik hoop als we van Topos gewonnen hebben met een heel goed gevoel, dan ga ik daar gewoon blij die kant op. We hebben 2 oefeningen interlands, dus ja, daar heb ik gewoon zin in weer. Maar niet dat je denkt van, ik ga weer het vliegtuig in, misschien wil ik eigenlijk even rust hebben. Nee, ik vind het altijd leuk om daar te zijn en de jongens te zien en voor je land te spelen is mooi. Ja, je kan ook nog eens een keer met een heel lekker gevoel het vliegtuig in stappen als zijn ongeslagen ten opzichte van de vorige keer dat je vertrok. Ja, zeker. Nee, als we winnen, dat zou echt top zijn. Dan ga ik met een heel goed gevoel erheen, ja. Laatste keer dat je weg was met Burkina Faso, was een keer nou ja, een moment dat je denk nog wel bij zal blijven, hè? Ja, met die aardbeving inderdaad. Dat was niet echt een leuke trip, nee. Want we waren in Marrakesh op het moment van de aardbeving. Dus ja, dat was wel eventjes schrikken. Maar gelukkig is het goed gegaan en hebben we snel het land kunnen verlaten. Maar dat was heel vervelend en natuurlijk vooral voor de mensen daar zo. Dan de situatie hier. Ik heb het gevoel dat je onder de last staat alsof je er al jaren staat. Ja, ik voel me goed. Ik heb hier natuurlijk afgelopen 8 jaar in de jeugdopleiding naartoe gewerkt. Dus ja, ik ben gewoon blij om er te kunnen staan en ik moet nu laten zien wat ik kan. Wat komt er op je af nu je eerste keeper bent? Ja, eigenlijk niet heel veel anders. Ik krijg natuurlijk wel veel mensen die zeg maar zeggen van, oh leuk, ik zag je spelen en zo. Maar verder blijf ik gewoon rustig onder. Nuchter? Ja, nuchter. Past dat bij je? Jawel, ja. Ik laat me niet zo snel gek maken als het goed is. Als het goed is? Als het goed is, ja, meestal, ja. Tot slot, nu je al een aantal wedstrijden onder de lat staat, komen er vaak collega's van andere omroepen naar me toe. En die vragen dan, hoe spreken we zijn naam uit? En er zijn een aantal varianten. Ja. Laten we er nou voor eens en voor altijd korte metten mee maken. Wat is de juiste benaming van jou? Ja, ik heb heel veel varianten gehoord, maar de juiste manier is Kilian Nikiema. Nikiema? Ja. Dan moeten er dan hier een paar dakjes, streepjes, puntjes op? Kijk, eigenlijk zit er ook een streepje op de tweede E, een accent aiguë, maar ja, die staat op mijn shirt niet, dus... Die wordt vaak vergeten, ja, in de uitspraak. Dus de materiaalman moet daar eigenlijk een dakje op zetten? Ja, dat zou kunnen, maar ik vind het zo ook wel prima. Hè? Maar dan wordt het Nikiema. Ja, zo hoor ik het altijd. Nikiema, Nikiema. Maar het is allemaal hetzelfde. En hoe zeggen ze dat in Burkina Faso? Ja, ook Nikiema. Daar kunnen ze het wel? Ja, daar kunnen ze het wel. Daar is het een hele bekende naam. Dus daar is het, net zoals Dion. Dus daar is het simpel. Interland break staat weer voor de deur. Je zou ongeslagen naar je eigen land kunnen gaan, hè? Ja, zeker. Dat geeft zeker een goed gevoel, ook voor de ploeg. En ik denk dat je ook weer met een goed gevoel de competitie kan starten na die interlandbreuk. Maar ja, het gaat in eerste instantie om die eerste wedstrijd. Als je die wint, wat maakt dan het gevoel als je het vliegtuig instapt? Wat is dat anders dan anders? Ja, de 3 punten. Ja, tegen Jong AZ was het ook zo, hadden we gewonnen. En dan ga je met een lekker gevoel weg. Kom je dan ook als een andere middenvelder eraan, dat je misschien wel meer kans hebt? Nou, je hebt wel gewoon gespeeld. En het gaat meer om speelminuten en hoe je speelt. Ik weet niet of de trainers dan kijken naar de uitslag van de wedstrijd. Maar ik denk dat het puur persoonlijk is, omdat jij dan degene bent die geselecteerd is. Ja, speelminuten heb je gemaakt. Vorm is goed. Hè? Je laat je weer zien op het middenveld. Heb je het gevoel dat je dicht tegen een basisplaats bij Suriname aan zit? Ja, uiteindelijk. Vorige keer heb ik een half uurtje invallen. De tweede wedstrijd heb ik niet gespeeld. Dus ja, ik hoop dat ik me op dit moment goed genoeg heb laten zien om geselecteerd te worden in eerste instantie. En als ik geselecteerd ben, mag worden,
dan minuten te maken. Trainers praten vaak over arbeidsrustverhouding. Je hebt een drukke periode met ADO gehad. Dan komen er nu twee wedstrijden met Suriname aan. Voor jou zit er ook nog een groot reisgedeelte in. Breekt het je soms wel eens op? Nee, ik moet zeggen, de afgelopen interlandperiode was de eerste keer van mij dat ik tijdens het seizoen moest vliegen. En de eerste dag dat ik terug was, dat was tegen FC Groningen. In het begin dacht ik dat ik er geen last van zou ervaren. En toen kwam ik thuis en na een uurtje of twee, toen was ik wel in slaap gevallen. Dus ja, was het een goed idee geweest dat ik toen thuis was gebleven, want anders was ik kapot, denk ik. En ja, nu voel ik me prima. Ik kan nog niet zeggen hoe het later gaat zijn, maar het kan zo zijn dat ik vermoeid ben na die periode als ik geselecteerd ben. Hoe gaat zoiets dan? Verwerk je eerst daar een jetlag vanwege het verschil in tijdzone van Nederland naar Suriname en dan 10 dagen later weer terug naar hier? Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb wel een jetlag daar, alleen het is wel positief, want ik sta super vroeg op. 3 uur 's ochtends, dat is hier 8 uur. En dan ga ik de gym in en dan trainen we later op de dag en dat is elke dag eigenlijk wel hetzelfde. Maar sta je dan midden in de nacht in de gym? Ja, dan lig ik nog wel een uurtje, dus rond 4 uur zo, dan ga ik naar de gym. Ben je dan met een grote groep vanuit Nederland iedereen daar, omdat iedereen last heeft van die jetlag? In de gym bedoel je? Ja. Nee. Alleen? Ja, ik kwam daar wel, de keeperstrainer kwam ik daar tegen. Maar ja, rond die tijd slapen andere jongens nog en dan ga ik daar naartoe. Je speelt nu 2 belangrijke wedstrijden, Haiti en Grenada. Die mag je eigenlijk niet verliezen, hè? Nee, je moet ze allebei winnen om nog kans te maken op de Copa America. Dat is het doel? Zeker weten. Denk je er stiekem wel eens aan? Nee, nu nog niet. De focus ligt bij ADO. En als ik dan naar Suriname ga, dan ligt de focus bij Suriname. En dan praten we er wel eens over. Maar ja, we moeten ook die wedstrijden zien te winnen om daar te kunnen komen. Heb je het idee dat je een andere speler bent die daar aankomt nu het goed gaat met ADO? Ja, niet per se. Ik speel wel gewoon mijn wedstrijden en ik doe mijn best. En uiteindelijk is het wel het doel om daar ook gewoon te spelen, dus doe ik daar ook gewoon mijn best. Tot slot, Os, lig jij wel, hè? Nou, dat is alweer van 2 jaar geleden. Nou ja, vorig jaar speelde je niet. Nee, alleen de eerste wedstrijd en in de thuiswedstrijd de tweede wedstrijd niet. Maar ja, als je het kijkt van 2 jaar geleden, dan ligt het me wel, ja. Wordt wel weer tijd voor jou voor een goal. Zeker. Mijn vader praat erover. Dus, zit hij een beetje te fit op je? Ja, dat het belangrijk is om ook doelpunten te maken. En belangrijk zijn voor de ploeg met doelpunten of assist. En uiteindelijk is het wel tijd voor een goaltje. Vaders hebben altijd gelijk? Vaak wel. Nee, altijd? Vaak wel, ja. Je hebt nog geen kinderen, hè? Nee, ik heb nog kinderen. Maar wacht maar, dat je kinderen krijgt. Ja. Nee. Ja, mijn vader heeft altijd wel... Ja, gelijk. Wel gelijk, ja. Dankjewel, man. Dankjewel.